Ik heb een cupmatch gezien, maar inderdaad, als het 2-6 is, dan zou Noorderwijk dat moeten uitspelen. Maar dan komt de klasse boven van FTA. En ik moet zeggen, de jongens zijn rustig gebleven en dan zijn we terug in de wedstrijd gekomen, zachtjes aan. En wat ik dan daarna meemaak, ja, dat is, zo zou het elke week moeten zijn. En dan zitten alle sporthallen vol. En daar doen we toch wel voor. Dat is wel niet goed voor hartleiders natuurlijk. Nee, de hartleiders die moeten niet naar hier komen. Maar je ziet er heel veel die een hart hebben voor FTA. En laat die alle weken maar komen. Dat is plezant, dat is ambiance, dat is goed voor de spelers. Maar dat is ook goed voor de sponsors en de supporters. Want met z'n allen juichen we Antwerpen naar de overwinning. Wat heeft het verschil volgens jou gemaakt? Van 2-6, het valt dan stil bij Noorderwijk, dan komt die 3-6. Ja, en dan weet je het, hè? Dan staan er enkele op, denk ik. Ik moet zeggen, dan kwamen het inderdaad de toppers. Dan zie je het verschil, hè, tussen een aantal spelers. Maar ik moet ook zeggen, ook de jongeren wederom. Hè, ik wil geen namen noemen, maar er zijn er toch een aantal die het zeer goed hebben gedaan. En dan harder en harder beginnen spelen, sneller en sneller. En dan komen die golven vanzelf en die zijn dan gevallen. Ik moet zeggen, het was een moeilijke wedstrijd. Ik moet zeggen, 25 minuten was toch Noorderwijk de betere ploeg. Maar wat ik dan die andere 15 minuten heb gezien, dat was klasse.